En vooral deze plek was berucht, want als de treinen er op volle snelheid doorheen reden, dan maakte dat ontzettend lawaai. En je kan je voorstellen dat al dat metaalvijzel wat van de rails en de remblokken en de wielen afkwam, zorgde voor vervuiling. En wat nog veel beruchter was, was de troep die bijvoorbeeld uit de open toiletten naar beneden kwam. Dus je kan je voorstellen dat eigenlijk al heel snel, al in de jaren 70, de klachten kwamen over de overlast van het spoorwegviaduct. Je zou zeggen dat een stad waar je bent geboren, ja, die ken je goed. Maar is dat wel zo? Ken ik de geschiedenis van Delft? Dat ga ik de komende weken uitzoeken. En ik begin die zoektocht na 367 treden op de toren van de Nieuwe Kerk. Kijk, daar zie je het liggen verderop, het hypermoderne nieuwe stadskantoor met onder het nieuwe station van Delft. Dat zie je nu niet, maar dat ligt er dus onder. En met daaronder ook de treintunnel. En die trein, dat was vroeger wel een ander verhaal in Delft. Die ging namelijk dwars door de stad over een viaduct. En daar zit ongetwijfeld een interessant verhaal achter. Voor dat verhaal ga ik weer naar het stadsarchief, naar Gerrit Verhoeven. Hoi Gerrit. Hey, dag Paul. We gaan het vandaag hebben over Delft en het spoor. Daar moet ongetwijfeld veel over te vertellen zijn. Daar is ontzettend veel over te vertellen. Ja. Dat is misschien wel een van de boeiendste stukjes van de Delftse geschiedenis. Mm-hmm. En dat begint eigenlijk al bij de aanleg. Als je hier kijkt, ik heb hier een kaart van Nederland en het eerste spoor. Nou, het eerste stukje spoor werd aangelegd tussen Amsterdam naar Haarlem. En die werd later stukje bij beetje doorgetrokken via Leiden en Den Haag via Delft naar Rotterdam. En toen ze hier bij Delft waren, de Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij, dat was de maatschappij die hem aanlegde, toen hadden ze een probleempje. Want ze hadden een conflict met een jonkheer uit Heemstede, jonkheer Wickevoort Krommelin. Die wilde een station bij de Zandvoortseweg. Want hij had belangen in Zandvoort en hij wilde daar een station. En toen kocht hij, net ten zuiden van Delft, een stukje grond. En dat wilde hij alleen verkopen in ruil voor een station aan de Zandvoortseweg. Klinkt een beetje als chantage, dit, Gerrit. Zo klinkt het wel, ja, precies. Ja. Ja. Maar goed, de HSM liet zich niet chanteren. Want wat deden die? Ze legden die spoorlijn aan rond dat laantje van der Gaag. En nou, die meneer heette Wickevoort Krommelin. En dat laantje kreeg op de spotprenten de bijnaam de Kromme Lijn. Na een paar dagen, toen koos de jonkheer eieren voor zijn geld. Toen hij zijn zin niet kreeg, toen heeft hij dat laantje toch maar verkocht. En toen kon de lijn eindelijk rechtdoor worden aangelegd van Delft naar Rotterdam. Okay. Werd die dan veel gebruikt eigenlijk in die tijd? Of? Nou ja, het was nieuw, dus mensen moesten daaraan wennen. Dus ja, in de eerste jaren kon je 6 keer per dag van Delft naar Rotterdam en je kon 6 keer per dag van Delft naar Den Haag. En dat was het. Dus ja, een gigantisch station had je ook niet nodig. Dus het allereerste station van Delft, dat was dit. Dat was een houten gebouwtje aan de Houttuinen. En daar konden ze 40 jaar mee toe. En pas in 1885 was er zo'n druk spoorverkeer dat het nodig was om een nieuw station te bouwen. Oh. Nou. En dat is dit station. Zoals wij het kennen. Nou ja, precies. Je herkent het, hè? Dit is het station dat er nog steeds staat. En dat, ondanks alle veranderingen in die spoorzone, nog steeds staat zoals het in 1885 is gebouwd. Als er één gebied is wat de laatste jaren wel radicaal veranderd is, dan is het wel de spoorzone. Veel historie is hier de afgelopen periode verdwenen. Maar het oude station, dat staat er nog. En hier ontmoet ik Gert-Jan van der Harst. Hi Gert-Jan. Hallo Paul. Hij is bouwhistoricus van de gemeente Delft. Gert-Jan, dit is het oude station van Delft, maar het was ook ooit het nieuwe. Dat klopt. In 1885, toen het werd geopend, was het de tweede station al van Delft. Het is een ontwerp van de architect Postumus Meijers in een rijke Nederlandse neo-renaissance stijl. Dat kan je zien aan de vele leuke details van het gebouw. Bijvoorbeeld hier bij de entree en de luifel.
en aan de mooie toren met zijn top die net aan de zijkant van de hoofdentree staat. Dat is bedoeld zo, want de stad lag aan die kant en de toren had dus een signaalfunctie. Voor het station lag een groot stationsplein en er werd een chique laan met herenhuizen gebouwd, de Van Leeuwenhoek-singel. Die laan en ook dat plein zijn allemaal verdwenen bij de aanleg van, van de spoortunnel. Maar het station is een rijksmonument en dat moest natuurlijk behouden blijven. En er zit tegenwoordig op de begane grond een restaurant en op de verdiepingen kun je werkruimtes huren. En hier aan de zijkant van het stationsgebouw zit ingemetseld een mooie plaquette die dateert van de ingebruikname van het spoorviaduct in 1965. Het viaduct Wamel-Delft, nou eigenlijk een viaduct nodig. Dat had te maken met het groeiende aantal treinen. Je moet je voorstellen dat eerst het aantal treinen relatief beperkt was. En het was geen probleem dat het spoor op maaiveldniveau door de stad liep. Maar in de loop der tijd ontstonden er steeds meer files van auto's en voetgangers. Omdat het aantal treinen toenam. Op een gegeven moment waren de spoorbomen ook meer gesloten als open. Delft breidde zich bovendien ook heel erg naar het westen uit. Dus de spoorlijn werd meer en meer een barrière. En in 1956 waren er twee stedenbouwkundigen die voor het eerst voorstelde in een plan om het spoor omhoog te leggen op een viaduct. Okay, en dat moest dan natuurlijk gevierd worden met een plaquet. Ja, en die werd feestelijk onthuld door burgemeester De Loor in 1965... toen het spoorviaduct werd geopend. En toen werd ook deze plaquet ingemetseld. De gemeente was overigens heel enthousiast toen het viaduct in gebruik was genomen, want in dat jaarverslag van 1965 hadden ze het over een witte lint door de stad. Een spoorwegviaduct dwars door de stad. Het was ooit hard nodig voor de naoorlogse infrastructuur van Delft. En decennia lang gezichtsbepalend voor dit gebied. Voor mij als Delftenaar nu vooral nostalgie. Ja, voor de Delftenaren zal het toch wel even wennen zijn dat het viaduct weg is. Dit is eigenlijk alles wat ervan is overgebleven. Hè? De resten van twee betonnen pilaren. Precies op de beruchte plekken van de bochten. Want hier maakt het viaduct een enorme bocht. En in de verte zie je dat het verder rechtdoor liep langs molen De Roos. En vooral deze plek was berucht. Want als de treinen er op volle snelheid doorheen reden, dan maakte dat ontzettend lawaai. En je kan je voorstellen dat al dat metaalvijzel wat van de rails en de remblokken en de wielen afkwam, zorgde voor vervuiling. En wat nog veel beruchter was, was de troep die bijvoorbeeld uit de open toiletten naar beneden kwam. Dus je kan je voorstellen dat eigenlijk al heel snel, al in de jaren 70, de klachten kwamen over de overlast van het spoorviaduct. Dus de waardering die er nog was in 1965, die smolt weg als sneeuw voor de zon. Hadden ze beter niet gelijk die buis al kunnen bouwen dan? Ja, dat is achteraf bedacht inderdaad wel logisch. Maar ik denk zeker in de tijd van de wederopbouw, jaren 50, was er nog geen geld voor. En misschien ook geen politiek draagvlak. En pas rond 2000 heeft Delft het op de agenda gezet. Een hele discussie. Wie gaat het betalen? De gemeente, de NS, het Rijk. Nou ja, uiteindelijk werd het een combinatie van diverse partijen. En in 2009 zijn de werkzaamheden gestart. En de eerste tunnelbuis werd in 2015 al geopend, samen met het nieuwe station. Maar er moesten dus wel voor de bouw een paar straten- en huizenblokken platten. De Houttuinen en de Van Leeuwenhoek-singel met mooie panden. Hey, hallo. Ja. Hey, hallo. Hey, Joost. Nou, jongens. Daar woonde ik, ongeveer op de grens van het Oranjevel en het eind van dit pand met die lichte tegeltjes. Daar woonden wij. Dat was het vierde huis vanaf de hoek. Wat voor soort huis was dat, Joost? Het werd geclassificeerd als een herenhuis, toen ook al. Tot er ineens een keer een brief met die blauwe golfjes op de bus ligt. En daar stond wel in dat er een meeting was georganiseerd. Die was in de Barbarasteeg. Daar zat toen, ik denk, huisvesting. En daar hing een heel groot bord tegen de wand met het stationsgebied. En daar was onze huizenrij weggearceerd. En toen dachten we, nou is het serieus, denken wij. Ja. Maar hebben jullie wel tegen verzet? Hoe ging dat? Ja, aanvankelijk wel heel even. Het was heel mild. We hadden een buurtvereniging. En daarin hebben we een dialoog met de gemeente geprobeerd open te houden. Is tot het laatste toe ook zo geweest. En toen hebben we op een gegeven moment bedacht dat we de boel
als we die zouden kunnen vastleggen, dat we er dan eigenlijk veel meer vrede mee hadden. Dus op het moment dat het plan ontstond om dan het erfgoed in ieder geval in een boek vast te leggen, zou je dan toch een stukje van het verdriet wat beter kunnen verwerken. Dat boek heb ik heel toevallig trouwens bij me. Dat gaat om dit boek. En dat geeft ook eigenlijk precies weer waar we het nu over hebben. De Delftse Stationsbuurt. Het is later Spoorzone gaan heten. Maar dit handelt dus helemaal over de geschiedenis van dit stuk. En de wijze waarop de spoortunnel daar op een gegeven moment inbreuk op heeft gemaakt. Nou, in dit boek is dus helemaal de geschiedenis vastgelegd van de eerste bewoning tot aan de eerste sloopplannen. En jouw huis staat er ook in? Ja, dit huis, daar woonden wij. Dit waren de trappetjes die meestal zo over zijn onderdoorgang naar het souterrain, de Belle Etage gingen. En hieronder zat het souterrain. Je ziet hier nog net het raam van het huis waar wij woonden. En als je dan in het souterrain stond, dan kon je zo over de stoep kijken. En dan zag je alle benen langs wandelen over het plein. Lacht er wel eens iemand voor je deur ook s'nachts of zo? Ja, dat gebeurde regelmatig. Die had dan een feestje gehad en die hing dan zo tegen de spijltjes van je hek. En dan kwam je met je tasje voor je werk langs en dan zei je: meneer, mag ik er even langs? En die zei dan: natuurlijk meneer. En dan ging je ieder jouw weegs. Nou, om dan tenslotte vrede te hebben met de hele situatie, zijn wij nog steeds ontzettend blij dat we in de gelegenheid zijn geweest om dat boek te kunnen maken. Hierin vindt iedereen die gewoond heeft of nog op het einde toe daar gewoond heeft, vindt zijn herinneringen terug. Alles is opgeschreven, alles is bewaard, er is goed onderzoek naar gedaan. En dit staat gewoon in de kast voor ieder die daar iets mee te maken heeft gehad. De prachtige Van Leeuwenhoek-singel verdween dus. Zoals er wel meer verdween tijdens de ontwikkeling van de spoorzone. Maar er werden ook dingen gevonden. Want tijdens zulke grote bouwwerkzaamheden kijken archeologen graag mee. Het is toch het summum, Steven? Ik bedoel, voor een archeoloog. Zo'n groot gebied aan de rand van een historische stad. Ja, dat is een enorme klus geweest. Dat kun je heel goed zien op deze kaart. Dit is een afbeelding van de westkant van de stad Delft in 1685. En in de rode baan hebben we aangegeven waar nu ondergronds het spoor loopt. Dus daar hebben we opgegraven en al deze resten zijn we tegengekomen. De stadsgracht, verdedigingstorens, de stadswal. Maar het belangrijkste wat we hebben geleerd is hoe de stadsverdediging zich heeft ontwikkeld. En dat hebben we laten zien in deze maquettes die we hier hebben gemaakt. Was het nou vroeger ook zo dat mensen al die zooi in die gracht gooiden? Ja, gelukkig wel, want dat is precies waar we als archeologen naar op zoek zijn. Dit is niet de stadsgracht, maar een slootje. In 1359 is Delft belegerd, dat weten we uit historische bronnen. En Delft heeft dat beleg verloren en als straf moesten ze hun stadsverdediging afbreken. Nou, 50 jaar later mochten ze toch weer hun verdedigingswerken optrekken. En dan zie je dus dat ze een nieuwe wal opwerpen bovenover die sloot heen. En dat is de fase die je hier ziet. Het was niet alleen een aarden wal, maar er kwam een stenen muur bovenop en een wel 28 torens werden om Delft heen gebouwd met schootgaten. En vanaf daar konden ze goed de flanken verdedigen. Daar lag natuurlijk de stadsgracht nog voor. Dus ja, dat was een formidabele stadsverdediging. In deze lagen, zowel die van de sloot als van de latere wal, kwamen de stadsarcheologen ook veel gebruiksvoorwerpen tegen. Een van de allermooiste vondsten tijdens het archeologisch onderzoek in de spoorzone is wel dit ding. Een echte ridderhandschoen. Nou, deze draait mooi in de vitrine, maar we hebben er een mooie reconstructie van gemaakt. Ik zou zeggen, pas hem eens aan. Zou dat zo? Nou, mensen waren wel wat kleiner in die tijd, dus schaam je niet. Daar ga ik niet inkomen. Nee. Gaat niet lukken. Nou, we weten door de plek waar die is gevonden, namelijk op de bodem van die stadsgracht die gedempt is, dat die ongeveer rond het beleg van Delft moet zijn verloren of weggegooid. Misschien wel in de strijd. Ja, dat weten we niet precies. Maar ja, het is natuurlijk wel een prachtige vondst. Dat is toch echt te gek aan jouw baan, dat je dit soort dingen... Ja, je vindt het en je voegt het toe aan de collectie van Delft. Ja, dat is wel gaaf. Maar ja, we kunnen niet alles meenemen en bewaren. Zoals funderingen van een grote poort die we hebben opgegraven. Ja, dat ziet er heel mooi uit, maar we kunnen het helaas niet meenemen. En het moet verdwijnen, want daar moet die spoortunnel komen uiteindelijk. Toch verdween niet alles in dit gebied. Er waren, naast het oude station, nog twee bouwwerken die de ingrijpende gebiedsontwikkeling hebben overleefd.
Maar Gert-Jan, waar loopt die tunnel eigenlijk precies? Hier, onder onze voeten, waar we nu lopen, en daar onder het gras. Precies tussen de Begijntoren en de molen in dan? Ja, precies. Dit zijn ook de twee rijksmonumenten die moesten blijven staan. Dus de Begijnentoren en Molen de Roos. En voor de toren moesten we dus al een list verzinnen. Die is in 2011 op een soort betonnen plaat gezet. Die werd onderaan aangelegd. Heel langzaam is die torenvos iets opgevijzeld en weggereden. Beetje in deze richting, 15 meter. Toen was het tunneltracé vrij en kon de tunnel verder worden gegraven en afgebouwd. En nog in datzelfde jaar is dus weer even langzaam de toren teruggereden. En nu staat hij dus op het dak van de tunnel. Echt een knappe operatie, maar ik kan me ook herinneren dat Molen de Roos verplaatst is, toch? Nee, die is niet verplaatst. Dat is ondoenlijk. Dus daar moesten we wat anders voor verzinnen. Dit is natuurlijk een van de 14 oude molens die ooit op de Delftse stadswallen stonden. En je moet je voorstellen dat dus de muur aansloot op de molen. Nou, die molen is veel te zwaar om net als de Begijnentoren te verrijden. Hij is dus wel op een betonplaat gezet, maar vervolgens is hij verticaal verplaatst, 1 meter omhoog gevijzeld. Nou, dan krijg je een soort kruipruimte. Daaronder kon net dus de tunnel verder worden aangelegd en afgebouwd. Een enorm zwaar deel van het betonnen dak daar. En vervolgens is de molen ook weer in datzelfde jaar teruggezet op het dak van de tunnel. En in 2013 kwamen ook de wieken er weer aan, want die waren voor die operatie natuurlijk tijdelijk verwijderd. En is de molen ook uiteindelijk overgedragen aan de Hollandse Molen, die nu de eigenaar is. Lijkt me een heel avontuur, een molen die opgetild wordt. En dat was het ook. Het was voor iedereen ontzettend spannend. Maar we zijn blij dat het heel goed gegaan is. En dat de molen nu eigenlijk een veel mooiere plek ervoor heeft teruggekregen. Ja, en kun je zeggen, wat is dit voor molen? Het is een korenmolen. We malen hier tarwe, spelt en rogge van biologisch graan. En dat doen we helemaal traditioneel op molenstenen en met de kracht van de wind. Maar als je het over de spoorzone hebt, ontkom je natuurlijk niet aan het nieuwe, grotendeels ondergronds station. Met daarbovenin het stadskantoor. Ja, een ultramoderne gebouw. Beneden dus de hal van het station en boven de kantoren van het Delftse stadskantoor. Ultramodern gebouw van Meccano Architect. En dat zie je bijvoorbeeld in de gevels van het stadskantoor. Je ziet daar die glazen beplating en in een aantal daarvan zie je dus die merkwaardige cirkelvormige motieven. En toch hebben de architecten van Meccano ook gekeken naar de Delftse geschiedenis. Maar dat zien we vooral binnen in het gebouw. Ja, toch altijd als ik hier weer loop, Gert-Jan, dan vind ik het plafond indrukwekkend. Dat is het ook. En dit is het als stukje Delftse geschiedenis wat in het station is verwerkt. Je ziet het plafond is opgebouwd uit allemaal latten, gekromde latten die parallel liggen. En op elke lat is een stukje van een kaart uit 1877 afgebeeld. En als je dan vervolgens van beneden uit het station komt, dan zie je de hele afbeelding het beste. Dat is een prachtig effect. Maar ook hier zie je al vanaf dit punt een stukje ervan. En wat we hier zien is de zuidelijke punt van de binnenstad, waar onder andere het grote gebouw van het armamentarium ligt. Gert-Jan, hartstikke bedankt voor vandaag en alle verhalen. Ik weet weer meer over Delft. Graag gedaan. Dat was ook precies de bedoeling. Veel plezier nog in Delft. En ik ga wel aan het werk met onze andere monumenten. Ik ga ook weer verder. Dag. Doei. Het nieuwe stationsgebouw vormt het centrale punt van de zogenoemde spoorzone. Maar hieromheen is de laatste jaren nog meer veranderd. Een compleet nieuwe wijk vereist. Nieuw Delft. Met een hotel, kantoren en woningen. Hallo. Hoi. Goedendag. Mag ik jou wat vragen? Ja, tuurlijk. Ik zie je deur zo openstaan. Ik dacht, probeer het. Waarom ben je hier komen wonen? Waarom? We kregen hier de kans om zelf een kavel te kopen. En uiteindelijk hebben we hier samen met een architect die we hebben uitgezocht en een bouwbedrijf ons eigen droomhuis kunnen realiseren. De geschiedenis van de spoorzone, zien we dat nog terug in de bouw van het huis? Nou ja, kijk, wij vinden het heel leuk om iets met geschiedenis te doen. En we kregen mee van de gemeente om een hedendaags grachtenpand te ontwerpen. En wij hebben onze interpretatie gegeven, een moderne interpretatie van wat voor ons een grachtenpand zou kunnen zijn.
Dus ja. Kunnen we misschien iets even zien? Ja, kom naar binnen. Oh, ja. Leuk. Dit is hem. Zo, dit is echt, ja. Dit is leuk in de stad wonen zo. Ja, ja. Zeker. Nou, we kunnen even hierheen lopen. Wat een fantastisch uitzicht heb je hier. Gelijk zo echt over de spoorzone. Ja, en het mooie is, het was nog een paar maanden geleden was het nog leeg. En inmiddels zijn deze gebouwen ook allemaal gekomen. Dus het is best wel vol geworden. Maar dat is ook wel fijn. Dan woon je ook in de stad, inderdaad. Nou, dan krijg ik het idee dat jullie hier wel goed zitten. Ja, we wonen hier supermooi. Je hebt hier echt alle comfort van een nieuwe woning met alle faciliteiten. En gewoon de binnenstad op loopafstand met alle leuke cafés en restaurants. Dus ja, dat is zeker mooi. En zo is het. De spoorzone staat nu symbool voor het nieuwe Delft. Maar met elementen en op steenworp afstand van het oude Delft. Hoi Gerrit. Hoi Paul. Ik heb die hele spoorzone verkend naar echt werkelijk een prachtig gebied. En een prachtige geschiedenis ook. En ze stampen er ook nog eens een hele wijk uit de grond. Ja, een hele nieuwe wijk. Maar we proberen daar wel iets van de geschiedenis terug te laten komen. Want in zo'n nieuwe wijk moeten nieuwe straatnamen komen. Ja. Hoe kom je nou aan die straatnamen? Hè? Nou, de gemeente heeft daar een adviescommissie voor. En in die commissie zit ook altijd iemand van het stadsarchief. Want ja, je wilt toch wel dat er bij het benoemen van nieuwe straten ook nagedacht wordt over wat heeft daar vroeger gestaan of gelegen. Nou, in dit geval, daar lag vroeger de Van Leeuwenhoek-singel. Nou, je hebt iemand gesproken die daar gewoond heeft. En je hebt dus wel gemerkt hoe verschrikkelijk die het vond dat hij daar weg moest. Want dat was een hele mooie straat met bomen, met prachtige huizen. Nou, die straat is verdwenen en die bewoners zijn weg. Maar die commissie voor de straatnaamgeving die heeft toen bedacht van nou, weet je wat, die naam willen we laten terugkomen in die nieuwe wijk. En nou komt er een park in die spoorzone, daar wordt al aan gewerkt. En dat park dat krijgt de naam het Van Leeuwenhoekpark. En zo zorg je dat toekomst en verleden met elkaar verknoopt blijven. Ja, mooi. Respect voor de geschiedenis, toch? En zo hoort het ook. Oké, okay, volgende week weer? Ja. Oké, okay, tot dan. Dag. Volgende week ga ik mij eens wat verder verdiepen in Antonie van Leeuwenhoek. Want die naam valt nogal eens in Delft. En heeft hij iets te maken met de Technische Universiteit. Alom vertegenwoordigd in de stad.